Nu zijn ze nog met z'n tweeën, maar vanavond staan ze met 80 man te demonstreren in het gemeentehuis van Amstelveen. De thuiszorg zal volgend jaar door andere partijen worden georganiseerd. En dat zorgt voor onrust bij medewerkers en cliënten. Ze weten helemaal niet waar ze aan toe zijn. Ze worden onrustig, ze zijn gestrest, slapen niet. Ze weten het niet. Ze zijn bang dat ze hun vaste medewerkers kwijtraken. Absoluut. Ja. En dat doet zeer. Heel erg zeer. Ik heb 3 cliënten waar ik al 10 jaar werkzaam ben. Eén mevrouw is 96. Die moet op deze leeftijd straks nog weer een andere hulp in haar huishouding laten. En het vertrouwde gezicht is weg. Die heeft ook gehuild bij het bericht dat ik gaf dat wij dus na 1 januari geen hulp meer mogen verlenen. En zo zijn er meer cliënten. De zorg is sinds januari van het Rijk overgedragen naar gemeenten. Dat het niet goed gaat blijkt ook uit een vandaag gepubliceerd rapport van de AMBO. Conclusie, cliënten worden niet goed ingelicht over de zorgmogelijkheden en het bepalen van de zorg gaat niet altijd goed. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat degene die dat gesprek voert heel goed op de hoogte is van alle mogelijkheden in het beleidsveld. Maar die ook verder kijkt dan alleen de vraag. Want soms kan zo'n ambtenaar in een gezin komen waar veel meer problemen zich afspelen. En dan moet hij daar ook, op getraind zijn om dat te zien en om te weten wat daar verder mee moet. De gemeente zegt dat de nieuwe aanbieders verplicht worden rekening te houden met de wensen van cliënten. Desondanks blijft de onzekerheid groot. Over het hele land hoor je het. Ik denk, gemeentes, ga eens nadenken wat je doet. Ga eens inlichtingen vragen bij de werknemers hoe het ruilt en zeilt. En ga dan een beslissing nemen en ga kijken op de werkvloer. Want er leeft meer dan ze op het gemeentehuis denken.